Wij bevinden ons te uitkijken in het district Saramaka. En dan hebben we het over crematieoord en wat er allemaal hier zo heeft plaatsgevonden. Wij voeren u terug naar de verschillende toespraken. Want we hebben de toespraak van onder andere de vicepresident Ronnie Brunswijk en de president, zijn excellentie, Chandrika Persat Santoki. Toen werd zowel door de heer Robbie Gajaraj, voorzitter van het bestuur, en ondergetekende gevraagd aan de regeringsdelegatie onder leiding van de vicepresident ook de Shabir Isaakweg aan te sluiten op het EBS-netwerk van de meester Petja de Showweg. Tijdens zijn toespraak gaf de vicepresident toen direct werk van te zullen maken en dat hij ook de eerste elektriciteitsmasten zou doneren. Vandaag sta ik weer hier, na precies 10 maanden als districtscommissaris, om dit heugelijk feit samen met u te vieren, vanwege het feit dat het crematieoord vandaag wordt aangesloten op het EBS-netwerk. Maar dat dit dan vandaag plaatsvindt in aanwezigheid van de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Santoki. Waarom dit van belang is voor het crematieoord? Als u naar binnen rijdt, ziet u bijna geen huizen. Wel, omdat zoals het bestuur heeft aangegeven, van plan is om hier een mortuarium neer te zetten met vrieskamers voor lijken. Dit was dan ook een droom van wijlende heer Shabir Isaak, die in gesprekken met mij nooit hierover uitgesproken raakte. Dit betekent dat in de toekomst de lijken hier worden opgeborgen en op de dag van de crematie ter plaatse afgelegd, gecremeerd of begraven kunnen worden. Dit betekent dan een hele verandering in de traditionele wijze van crematie. Alles onder één dak. Wij zijn zoveel mogelijk zelf bezig. Ik kan niet steeds bij de regering aankloppen van je bent Jezus aan, je bent aan Jezus die ziet. Om een voorbeeld te geven. We zijn bezig nu, kijk, de nieuwe brug is daar gemaakt. De brug loop je naar de begraafplaats, daar is de begraafplaats. De begraafplaats bestaat er al, dus je kan al begraven. Daarnaast bij die pier hebben we een brug gedoneerd gekregen door Walter Durga. Hij is er niet, van Marina Durga. Hij en meneer Hassan gaan een brug daar maken. Waarom? Als je gecremeerd hebt, dan die as en die mooie soort overblijven wordt opgenaapt. En dan gaan ze met een boot aan de middenkant van de rivier strooien. Met het risico, ik moet aan niet staan, toch? Hebben een probleem. Maar die as, die houtskool dat overblijft, wordt geladen in een kruiwagen. En dan is gemaakt, de pier. Dan gaan ze daar op de pier en dan dumpen ze dat, 2 of 3 kruiwagens. Maar als het water blijft stromen, dan zie je na een poos die botjes. En dat is geen leuk gezicht. Mensen hebben foto's gemaakt en gestuurd voor mij. Niet leuk. Toen zijn we het idee gekomen, laten we een brug maken dieper de rivier in. Zodat alles kan meestromen. Dus nu hebben we een brug gedoneerd gekregen van 16 meter. We gaan die brug heel snel, meneer Hassan en meneer Walter Durga, gaan opzetten. Dat tenminste approbeert Bach. Meneer Karing, een broekje met Kikba Fuberi. Dus dat schrijft Bach. Regering, er zijn dingen die we zelf kunnen doen. We gaan jullie lastig vallen. Maar er zijn dingen die wij niet kunnen realiseren. Onder andere. Ik kan deze weg niet betegelen. Ik ben niet in staat. Wij zijn niet in staat om dat te doen. We krijgen per lijk 1000 SND. Van die 1000 wordt er zand gekocht om te repareren. Overal gaten zijn grind gekocht. Er wordt gemaaid, moet er olie gekocht worden. Kijk, die brug is geverfd, 13.000 gulden. Dat is helemaal niet, ik weet dat. Ik weet naar onderhoud, want in dat vereniging, die dat stichting, we allemaal naar Prodeo. We werken gratis, alleen voor wat dwing. Maar toen ik bang ben, ik ga toch niet altijd hier blijven. Dus, met begoen gemeenschap, om verhaal dat pas in mijn gado, jongen. Die alleen was een lijk, olo, olo. Dat was ik al heel leuk, sik, zo man. Met begonnen, je hebt me verhaald dat ik omdat ik normaal doe als moet doen. En een gemeenschap nog een man doen toe, rap ze mee money. Een gemeenschap heeft die 100 gulden, 50 gulden, kunnen dat 200 gulden. Uno no man verhaald dat pas. Met begonnen, je hebt me verhaald dat pas. Dat na begi van mijn begi. Je hebt uno. Want ik ben mijn mekeng van mijn kabrok in boom mekeng. Ik ben mijn stegen mijn mekeng. Mijn baba is terug, doe terug, santi, mijn baie, mijn potek, mijn lin money, mijn mekeng. Maar verhaald dat me no man.
als Stichting Minoma. Doorgaan met de verdere ontwikkeling van dit project, dit crematieoord waar velen van ons gebruik maken. We hebben pakweg een jaar geleden dat we waterinstallatie hier hadden. Dat betekende een grote mijlpaal voor de gemeenschap hier en voor alle bezoekers van dit oord. Stel je voor, dames en heren, meneer de president, dat wij onze handen niet zouden kunnen wassen hier. Als wij denken aan de gezondheid van onze burger, aan de hygiëne van ons en van ons milieu, als wij denken aan het besmettingsgevaar van vele ziektes vandaag de dag, dan is het beschikken over stromend drinkwater uit de kraan geen luxe, maar een verplichting van ons als regering naar elke burger toe. Dames en heren, en vandaag zijn we met ons allen hier om te voldoen aan een andere plicht van ons. Ja, u heeft het allen goed gehoord. Wij als regering zijn het aan onze burger verplicht om ervoor te zorgen dat er elektriciteit komt in alle gebieden van dit land en zo ook in uitkijk voor het crematieoord. Hiermee voldoen wij wederom aan een belofte van ons. We weten ook dat u lang heeft gewacht, maar zoals ik in het begin zei, u heeft geduld getoond, u volhardt in wat u doet en u hebt een grote mate van doorzettingsvermogen. En ik beloof u, dames en heren, we zullen nog meer doen voor u. De volgende stap waarvoor ik mij sterk zal maken, is dat deze weg die leidt naar dit oord verhard wordt. Wanneer ik hier praat, soms denk ik, ja, bravo, dat ga ik doen. Maar je moet weten, alles wat ik bel de directeur van IBS, directeur, ik moet dat van ja, maar in opdracht van de president. Dus je moet niet denken dat nou, bravo, aan power, nee. Met dwing, namens de president. Want ik ga takkeer, potaf van de president, dat nee. Dus alles wat ik zeg, ik stem af met de president. De president die mijn opdracht. En soms is de president na. President, nee, tak terang, maar de president die mijn opdracht met mijn baan, man. En de president dat mijn VP, die heeft me zeker, dat mijn tijd, dat directeur, wanneer ga je starten? Ik weet precies dat ik de zekerheid van de president is. De middag was en soms denk ik, oh, nou, bravo, nou, nee. De president zit hier. Als hij me opdracht geeft, dan voer ik het uit. Want dat is niet zo dat hij de middag moet trangen. President, Isabi, president moet rusten. Dus dat is het. We weten door de vele regen, de weg ook onbegaanbaar wordt. En ik vind dat in het bijzonder deze weg waar wij allemaal overheen moeten rijden of lopen om onze dierbaren een laatste eer te bewijzen, dat wij dat ook eervol naar hem moeten kunnen doen. En ik hoor de pandit Raghunath daarnet zeggen, in zijn gebed, brengt ons, o mens, van duisternis naar licht. En dat is wat voor u zijn. Om licht te brengen, hier, in uw uitvak ook, licht te brengen in de omgeving van allen die hier woonachtig zijn, omdat dat licht ook verlichting brengt in het leven van mensen. Dat licht ook zorgt dat mensen weer hoop krijgen. Dus deze plaats is echt niet een plaats waar het leven eindigt. Deze plaats is daar waar de Atma één wordt met het universele licht, onze universele energie. En dat is belangrijk als we vandaag hier ons elektrisch netwerk straks in gebruik gaan nemen. Dat het voor ons als betekenis heeft, voor onze Atma, voor onze ziel, dat het verder
vervolgd naar het eeuwige licht. Kracht aanwezigen. Natuurlijk als we vandaag hier staan, we moeten memoreren. Shabir Isaac, die zoveel dingen wilde doen. In het kader van leefbaarheid. In het kader van het neerzetten van de historie van Suriname. Vooral aan de vooravond straks van de herdenking van de Hindoestaanse immigratie op 5 juni. Wil hij zoveel dingen doen. En heeft veel neergezet. Maar wat hij gedaan heeft, is om voor te zorgen dat zijn idealen voortgezet kunnen worden. Door een sterk bestuur van de voorzitterschap van de heer Gujarat en de sterke bestuursleden. Hij zal vandaag heel trots zijn op jullie. Heel trots dat jullie zijn werk voortzetten. Heel trots dat datgene wat u beloofd had ook gerealiseerd wordt. En natuurlijk zijn wij als regering en samenleving ook heel trots op wat hij allemaal gedaan heeft. Voor ons allemaal en voor onze kinderen. Kracht aanwezig. Ik wil allemaal feliciteren met deze dag. Met de ingebruikname van ons elektriciteitsnetwerk. Datgene wat we als regering moeten doen, gaan we ook doen in goed samenspel met u, voorzitter en bestuur van de stichting. Laten we intensief met elkaar communiceren. Laten we alle plannen die u heeft goed met elkaar bespreken. En laten we dat ook allemaal goed begroeten in onze begroting. Onze begroting 2022 hebben we goedgekeurd. We zullen alle mogelijkheden bekijken daarbinnen. Wat we hebben om tegemoet te komen aan uw verlangens en wensen. En natuurlijk hebben we nog ruimte voor de begroting 2023. Waar we zaken goed kunnen opnemen. Maar laten we in overleg zijn om al deze problemen op te lossen. Zoals dat afgelopen periode ook is opgelost. Want wat ik vandaag hoor uit alle toespraken, dat datgene wat u gevraagd heeft aan de regering, of het de vorige regering is geweest, of het deze regering is geweest, dat u dat krijgt. Dat wordt niet aan dove mans oren gezegd. En natuurlijk nemen wij ook uw verzoeken en de wensen mee, vicepresident, en we bespreken dat ook binnen de regering. We hebben vrijdag aanstaande de regeringsraad. En dan kunnen we die verzoeken van de stichting ook bespreken binnen de regering. De straat.